Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar PFAS en Hans Weert krijgt de duurste dijk van Nederland ooit. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Vanuit veel Zeeuwse monden klonk al langere tijd de roep om een bevolkingsonderzoek naar PFAS. En maandag, tijdens een bezoek aan de Hedwiggepolder, vertelde minister Christiane van der Wal dat er zo'n onderzoek komt. Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof kwam polshoogte nemen in de Hedwiggepolder, waar de laatste maanden weer veel om te doen is. Door de vondst van de hoge PFAS-waardes werden er zowel gesproken over het alsnog tegenhouden van de ontpoldering als de vraag om een Zeeuws bevolkingsonderzoek. Veel inwoners rond de Westerschelde maken zich namelijk zorgen over wat die stoffen doen met hun gezondheid. En behalve de aankondiging dat er zo'n onderzoek komt, is er verder nog weinig duidelijk over, zegt verslaggever Jan Vogel. Behalve dat er speciale aandacht is voor de Zeeuwse situatie. In de herfst gaan de Zeeuwse overheden met het Rijk in gesprek over de vraag hoe invulling te geven aan dat onderzoek. Toen de GGD een paar maanden geleden een negatief advies gaf voor een Zeeuws bevolkingsonderzoek, zeiden zij daar wel bij dat hen een goed idee leek om zo'n landelijk bevolkingsonderzoek naar PFAS te houden, omdat de PFAS-concentraties in heel Nederland te hoog zijn. Toen liepen er wel al verkennende gesprekken over zo'n landelijk bevolkingsonderzoek, maar zo hard als vandaag gezegd werd dat onderzoek er ook daadwerkelijk komt, zijn die geluiden nog nooit geweest. De prijzen voor stroom en gas bij Delta gaan per 1 oktober omhoog. Een huishouden met een gemiddeld verbruik en een variabel contract betaalt per maand gemiddeld €37 meer. De energierekening komt daarmee op zo'n €250 per maand uit. Delta is in Zeeland de grootste leverancier van gas en stroom. Nieuwe klanten gaan ruim het dubbele betalen. Het is de eerste keer dat Delta de tarieven tussentijds verhoogt. Normaal gesproken gebeurt dat alleen op 1 januari en 1 juli. De Zeeuwse jachthavens langs de Noordzee hebben een veel drukkere zomer gehad dan de afgelopen 2 jaar. Zoals hier in Breskens. Booteigenaren zochten tijdens de warme weken een koele zeebries en die vonden ze op open water. De Engelsen komen ook weer een beetje terug. De Belgen mogen ook weer de grens over zonder probleem. Maar de havens landinwaarts hebben juist een veel rustigere zomer gehad, zoals in Middelburg. Tijdens de coronajaren lagen boten hier 5 rijen dik, maar dit jaar is er nog voldoende plaats. Dat is waarschijnlijk gewoon door het warme weer en dat mensen toch liever op het Vissermeer of open water willen blijven hangen. Mocht dat slecht weer zijn geworden, dan stroomt onze haven vol. In totaal zijn in de haven van Middelburg zo'n 20% minder boten geweest deze zomer. Bij de HZ in Vlissingen en University College Roosevelt in Middelburg starten dit schooljaar meer studenten dan vorig jaar. Opvallend is dat veel buitenlandse studenten in Zeeland willen studeren. UCR in Middelburg. Hier melden zich voor dit studiejaar een record aantal studenten. Minder dan de helft daarvan is toegelaten, onder wie deze 3 gelukkigen. My name is Rosa, I'm from Russia, Moscow. My name is Anna. And you're from? I'm Canadian, but I lived my whole life in Hong Kong. Hey, ik ben Vea, ik ben 19 jaar, ik kom uit Friesland, Leeuwarden. De UCR had flink ingezet op werving van studenten in het buitenland en is blij met de score van dit jaar. We hebben op het moment 210 geregistreerde studenten. Dat is goed, dat is ongeveer 20 meer dan vorig jaar en voor de zomer ongeveer 70 meer dan 2 jaar geleden. Dus we zitten goed in de groei. Het beleid is dat we flink inzetten op internationale werving. Dat is een deel van het hoger onderwijs dat Nederland echt gevonden heeft. Wij zijn daar ook echt gespecialiseerd in. Waarom willen die buitenlandse studenten zo graag naar Nederland komen dan? Nou, omdat Nederland ontzettend goed hoger onderwijs heeft. En Nederland ook natuurlijk universiteiten heeft waar heel goed Engels wordt gesproken. Dus we zijn eigenlijk een goed alternatief voor Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Dat over het algemeen vergeleken met ons ook duurder is. En waar je zeker na Brexit ook niet altijd meer zo makkelijk in komt. Maar er zijn ook nog andere redenen waarom voor Middelburg wordt gekozen. I really enjoy the beach town vibes and I love the freedom of speech and freedom of thought that you have in the Netherlands. I chose UCR because they're really cute and really supportive. I just really wanted to study liberal arts, but I didn't want to go to America or Canada. I wanted to stay closer to home, so Europe, and the Netherlands has a lot of liberal arts colleges, so that was my choice. En behalve de UCR ziet dus ook de HZ een toename in het aantal studenten, maar bij het middelbaar beroepsonderwijs merken ze niks van deze stijging. Daar daalt het aantal inschrijvingen juist, zoals bij het Scalda, vertelt verslaggever Els Fokke.
Die verwachten, zien op dit moment eigenlijk toch minder inschrijvingen dan vorig jaar. Zo'n kleine 300. Maar ik moet benadrukken dat het voorlopige cijfers zijn. Er kan nog veel gebeuren de komende weken, zeggen ze. Maar toch houden ze wel rekening met minder studenten dit jaar. Omdat puur vanwege de bevolkingsopbouw er komen minder Zeeuwse studenten van het voortgezet onderwijs af. De UCR, HZ en Skalda verwachten rond 1 oktober de definitieve balans op te maken wanneer de inschrijfcijfers definitief zijn. De komende 5 jaar worden er in Zeeland meer dan 1000 woningen bijgebouwd voor ouderen. Dat blijkt uit de rondgang van Omroep Zeeland langs de Zeeuwse gemeente. Mooi initiatief, maar volgens politieke partij 50PLUS zijn dat er nog steeds veel te weinig. Seniorenwoningen bouwen kan de woningmarkt op verschillende manieren helpen. Het brengt doorstroming op gang op de vastzittende markt. Senioren vertrekken uit hun grote woning die vrijkomt voor jongere generaties. Maar er is ook vooral behoefte aan. Dat komt door de vergrijzing. Als ik de verhalen hoor ook van de vraag die er is bij op veel plekken, ook op Walcheren, ook op de Beverlanden, dan is er heel veel vraag naar bewoning voor ouderen. Dus die worden zonder meer gevuld. Tegen 2035 zijn 3 op de 10 Zeeuwen 65 jaar of ouder. Als je dat vergelijkt met buurregio's in Brabant en Zuid-Holland, dan ligt dat in Zeeland relatief hoog. Zeeland is ook populair bij 50-plussers die van buiten de provincie hier komen wonen. De meeste Zeeuwse gemeenten houden er in hun woonbeleid al rekening mee. 12 van de 13 Zeeuwse gemeenten hebben gereageerd op onze enquête. En daaruit blijkt dat de meeste gemeenten zich al flink op ouderen richten. Koploper is de gemeente Middelburg, waar de komende 5 jaar ongeveer 600 seniorenwoningen worden gebouwd. We zien op basis van alle onderzoeken dat het aantal mensen wat naar Middelburg komt, neemt nog steeds toe. Maar je ziet ook dat dat wel bepaalde doelgroepen zijn. Dat zijn hoofdzakelijk toch wel de 65-plussers. In totaal worden er ongeveer 1000 seniorenwoningen gebouwd in Zeeland. Maar volgens critici is dat nog steeds te weinig. Als je ziet de toename van het aantal ouderen in Zeeland, dan kom je met die 1000 woningen kom je gewoon niet toe. En bovendien moet je ook nog een plek geven in de samenleving, want je kunt ze niet aan de rand van de dorpen gaan bouwen. Aan de bouw van seniorenwoningen zitten volgens 50PLUS ook wel wat voorwaarden. Dit project in Sint-Jansteen is een goed voorbeeld volgens de politieke partij. Het zijn een 12-tal bejaardenwoningen en een 12-tal woningen voor mensen met beperkingen. En als je met deze mensen praat ook, dan zie je dat dat ook een hele mooie wisselwerking heeft. Mensen helpen elkaar ook en dat vind ik ook wel heel mooi in deze nieuwe constructie. Dit soort initiatieven gaan we binnen pakweg 10 jaar dus een stuk meer zien in Zeeland. Want over één ding zijn de experts het eens. De vraag, die is er. Als je ziet de toename van het aantal ouderen in Zeeland, dan kom je met die 1000 woningen kom je gewoon niet toe. Cor Fonsen verkocht de afgelopen 15 jaar vanaf zijn schip in de haven van Breskens gekookte kreeft. Daarmee verwierf hij grote bekendheid. Niet alleen in Breskens, maar ook ver daarbuiten. En was het niet vanwege zijn vissen en kreeften, dan kwam het wel door zijn rijk versierde schip en zijn persoonlijkheid. Wat is dat allemaal? Ja, een bootje varen straks. Oh, man. Dat is weer een belevenis, hè? Ja. Je moet toch eens een keer opbouwen. En ik ben 66, bijna 67 en En ik ben niet zo snel meer. Het gaat me allemaal een beetje meer moeite kosten. Dit zijn oude, vertrouwde beelden zoals een vaste klanten en Bresciaanders Cor kennen. Druk in de weer met het klaarmaken van verse kreeften. Maar dat is nu voltooid verleden tijd. Cor is sinds afgelopen weekend met pensioen en heeft vandaag ook zijn vertrouwde Breskens ingeruild voor Stavenisse. Wat moet ik hier nou doen? Alles is dood. De vismijn is dood. Nou ja, en ik heb niks met flatgebouwen. Dus je ziet hier nog geen bloemetje roeien. En daar zo, ja, het is nog niet volledig verziekt of verkracht door het toerisme. Op het vertrek van Cor wordt wisselend gereageerd. Je mag hem of je mag hem niet. Zeggen bekenden die Cor vandaag komen uitzwaaien of met hem meevaren naar zijn nieuwe ligplaats. Gelijk krijg je eigenlijk nooit. Ik geloof dat ik in al die tijd dat ik aan boord kom, dat ik 4 keer gelijk gekregen heb. Dat ik 4 keer gelijk gegeven heb. En dat komt eigenlijk in zijn woordenboek niet meer. Niet voor, hij weet alles. Ja, het was wel een beetje een bijzondere man natuurlijk, als je natuurlijk zo'n leven wil leiden. Maar ja, goed, dat is zijn eigen keus geweest. Dus, het is niet altijd over glad water gegaan in het begin, maar hij is 300% bijgepikkeld wat mij betreft. Ja. En daarom zijn er ook dingen die zijn vrienden en zijn vaste klanten aan hem gaan missen. De gesprekken in de stuurhut, bakje koffie doen. Zijn een bouillon. En
de sfeer iedere keer op de boot. Dat we met z'n allen daar zaten. Zelfs met klanten die je niet kende samen aan tafel. Dat was een enorm fijne belevenis. Maar aan de lofzang over de gezelligheid aan boord, de kwaliteit en de bereiding van zijn kreeften, heeft Ko geen boodschap. Zeeuwse kreeft. Ja, want die is het beste. Die naam heb het. En die moet je zorgen dat het zo blijft. Ja. En kreeften zijn duur. Ja. Het zijn geen frikandellen. Dus het is een bepaalde groep. Ja, die daarom komt. Heel veel Belgen. Ja, jammer, jammer dit. En, ja. Ik zeg nou, en jij, wat doe jij? Jij bent gepensioneerd. Ik zeg, kijk, dat ga ik ook doen. Een steen met daarop een gedicht en met uitzicht op zee. Dit monument voor verkeersslachtoffers is donderdag onthuld. Het gedenkmonument staat op Neeltje Jans, vlakbij het Topshuis. Nabestaanden van verkeersslachtoffers waren al langer op zoek naar een fysieke plek om naartoe te kunnen om hun omgekomen familielid te herdenken. En donderdag werd het monument, aan het begin van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid, onthuld in het bijzijn van familie en vrienden. Het verliezen van een ouder, kind, broer of zus bij een verkeersongeluk heeft veel impact op de nabestaanden. Corine de Bruin van Wallenburg en Sari de Groot overkwam het meer dan 10 jaar geleden. En ook zij waren bij de onthulling aanwezig. Ik vind het heel mooi. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik vind het monument ook heel erg mooi. Want ik vind wel dat mensen moeten weten dat er inderdaad zoveel verkeersslachtoffers zijn. In de eerste instantie dacht ik van oké, een rotsblok, moet ik ermee. Maar als ik hem nu zie, denk ik van het is een mooi plekje om hier te zijn. Het staat hier bij de Oosterscheldekering. Maar ja, hier is uw zoon niet voor ongelukt. Zal u dan veel hier naartoe komen? Veel denk ik niet, maar zeker wel 1 keer in het jaar dat het op een speciale dag, wat voor hem belangrijk was en wat voor ons belangrijk is, denk ik dat we wel een keer zullen gaan inplannen dat gewoon de dag is waar wij hier naartoe gaan om te kijken. Ja. Misschien ga je er ook een keer naartoe op de dag dat degene is overleden die jouw naaste is geweest, in dit geval mijn broer. Wij gaan ook vaak naar de plek waar het ongeluk gebeurd is. Maar ik vind dit ook heel erg mooi. En de zee, ja, hoe mooi kan het zijn? Het wordt de duurste dijkversterking tot nu toe in ons land. De dijk bij Hans Weert. Om die aan de nieuwste veiligheidseisen te laten voldoen, is een bedrag van 160 miljoen euro nodig. En dat is 55 miljoen euro meer dan oorspronkelijk werd gedacht. En dan hebben we het over een dijk van 5 kilometer lang. Nog nooit kostte een dijkverzwaring in Nederland zoveel geld. Er zijn in het land grotere, duurdere projecten geweest, maar dan ging het ook over meer kilometers dijk. Per kilometer kost Hans Weert meer dan 30 miljoen euro. En dat zijn unieke bedragen, maar het is dan ook een uniek project, legde het waterschap vanochtend uit. Dat heeft te maken met het feit van de ligging van het project. Dat de ruimte om te werken beperkt is, waardoor er dus de constructies moeten worden toegepast die duurder zijn, waar staal voor gebruikt wordt. Staal is duur. En dat heeft ook te maken met het feit dat andere grondstoffen duurder zijn. Maar we werken hier ook in een deel van Zeeland waar ook heel veel kabels en leidingen liggen. Dus wij moeten ook veel extra werken doen. Hoe uniek is dit project, Hans Weert? Dit is een heel uniek project. Niet alleen voor ons, als waterschap Scheldestromen, maar ook binnen Nederland. De dijkverzwaring is broodnodig, want de dijk is nu te laag. Terwijl het dorp Hans Weert juist diep ligt en bij een overstroming snel vol zou lopen. Waterschap Scheldestromen hoeft maar 10% van die 160 miljoen van de dijkverzwaring zelf te betalen. Het meeste komt voor rekening van het Rijk en de Unie van Waterschappen. Maar 10% is in dit geval 16 miljoen en daar moeten de Zeeuwen ook aan mee gaan betalen. Ja, we gaan dat in de begroting verwerken en dat gaat uiteindelijk wel resulteren, dit project, ook in een belastingverhoging in de komende jaren van 1%. Maar dat is ook voor ons aanleiding. Van dit project leren we ook heel veel, dat we hoe we dit regelen in Nederland, dat we dat wel anders moeten gaan oppakken. Want wij kunnen niet voor ieder project dit op deze manier gaan doorrekenen. Daar willen we echt wel voor zorgen dat dat betaalbaar blijft naar de toekomst toe. Door de versteviging is het overstromingsgevaar in Hans Weert straks gereduceerd tot eens in de 100.000 jaar. Het werk duurt tot 2027.
Bewoners van het Goesemeer durven geen frisse duik meer te nemen in het water. Dit omdat het water achter hun huizen niet meer zo fris is. Sinds een paar weken liggen er in het meer grote hoeveelheden dode vissen, rottende algen en troebel water met een bruinrode gloed. En klagen bij de gemeente Goes heeft vooralsnog niks uitgehaald. Normaal, als je hier zo het meer op kijkt, zie je suppende mensen, surfers, kano en mensen in bootjes varen. En er wordt veel gezwommen. En nu is het gewoon akelig stil. Bewoners van het Goesemeer maken zich zorgen over de waterkwaliteit. Overal drijven dode vissen door zuurstoftekort. Als bewonersvereniging hebben we daar echt tientallen berichten gekregen van bezorgde bewoners. Ook heel veel foto's van dode vis. Dus echt wel een zorg in de wijk dat de waterkwaliteit niet voldoende is. En dat is iets wat afgelopen jaren al speelt. Door de langdurige droogte en de warmte was er massale algengroei. Nou, dat is gaan afsterven en we hebben nu te maken met al weken met stank, heel troebel water. Sinds een week behoorlijke vissterfte, palingen, kleine vis, krabbetjes, noem maar op. De bewoners hebben wel een idee wat de oorzaak van de slechtere waterkwaliteit kan zijn. Het sterke vermoeden is dat te maken heeft met de aanpassing aan de sluis. Voor die aanpassingen werden soms de sluisdeuren opengezet om zout water binnen te laten en het kanaal op peil te houden. En dat is natuurlijk een enorme verversing van het water. Dat is niet meer mogelijk om veiligheidsredenen, dat is een eis van het waterschap. Dus nu wordt het met pompen gedaan en daardoor is die verversing een stuk minder. Dus we hebben het sterke vermoeden dat daar een verband tussen zit. En we willen dat ook graag van het waterschap horen en van de gemeente. Op de vraag of de sterfte inderdaad komt door veranderingen bij de sluis, geeft het waterschap geen antwoord. Voor wat betreft de waterkwaliteit laat het waterschap weten. De waterkwaliteit is recentelijk nog gemeten. De kwaliteit is voldoende om te zwemmen. Hof pleit voor vaker testen van de waterkwaliteit. Dat kan door het water in het Goesemeer als zwemwater aan te wijzen. De gemeente geeft ook scholen toestemming om hier zwemles te geven op het meer. Er vindt een zwemwedstrijd plaats. Binnenkort. Maar ook zullen andere maatregelen moeten worden getroffen, denken de bewoners. Tot die tijd zullen zij waarschijnlijk geen duik nemen. Ja, dat moet iedereen zelf weten. Ik zou zelf niet in het water zwemmen. En u ziet ook niemand op een mooie zomerse dag zwemt hier in het water. Dus we hebben daar toch wel wat vraagtekens bij. Ja, en met dit verfrissende verhaal zijn we weer aan het einde van deze Zeelandweek. Nog een fijne avond. Tot zo met Zeeland Nu en anders tot morgen.